بعد عليك ليك الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. هذا شيء Hier aan tafel, Danny Goossen, collega-programmamaker, journalist. Geboren in Beirut en je woonde er tot je 15e. Ken jij die plek, die in de haven? Nee, niet zo 1, 2, 3, nee. Het is ook eigenlijk bijna niks meer van overgebleven. Dus ja, dit is gewoon een grote ramp voor het land. Jij hebt natuurlijk meteen contact opgenomen met mensen daar? Ja. Ja, iedereen was in paniek, iedereen was in shock. Van wat is hier aan de hand? Moet niet vergeten, het land heeft met een economische crisis te maken. Corruptie, COVID, vluchtelingen, wat nog heel veel Syrische vluchtelingen in het land zijn. Het land is gewoon ontwricht en dan krijg je dit ook nog bovenop. Ja, dit is gewoon, ik heb er gewoon geen woorden meer voor. Ik weet niet hoeveel ellende de mensen daar nog kunnen verdragen. En heb je meer informatie kunnen krijgen van de mensen met wie je contact hebt gehad daar? Nou ja, je moet voorzichtig zijn natuurlijk met wat je vertelt. Want fake news is ook daar aan de lopende band. Niemand weet exact wat er aan de hand is. De ene zegt vuurwerkramp, zoals de regering dat in het begin zei. Maar dat lijkt mij niet. Als je de beelden ziet en je herinnert je Enschede, dan zou dat niet kunnen. Ja, het zou een wapendepot kunnen zijn. Het zou een aanslag kunnen zijn. Dat is natuurlijk waar veel mensen aan denken bij het Midden-Oosten. Als er een explosie is, dan denken mensen meteen... Ja. Dat is een aanslag. Is dat aannemelijk, denk je, op die plek? Ja, ik durf niks te zeggen. Ik wil niks zeggen wat nog niet bevestigd is. Maar ik hoop het niet, want als dat zo is... dan hebben we natuurlijk wel een groot probleem. Want ja, goed, wie zit erachter? Stel dat dit een wapendepot van Hezbollah zou zijn... en dat dit een aanslag van Israël is, nou, dan weet je dat er vergelding gaat komen. Nou, sterker nog, een oorlog tussen Israël en Hezbollah, daar staat niemand op te wachten. Maar dit zijn dingen die dus, gedachten die nu circuleren op dit moment. Ik denk dat mensen doodsbang zijn, stel dat dit echt zo is. Dat hoopt niemand, denk ik. Maar dat is een van de scenario's die speelt. Ja, een ander scenario wat ik las, was het scenario dat het te maken zou kunnen hebben met het onderzoek of de rechtszaak die loopt... In verband met de aanslag die er is geweest op parlementslid Hariri, jaren terug. Ja, de uitspraak is over een paar dagen hier door de internationale strafhof in Den Haag. Ja, dat wordt ook gezegd. Dus je moet voorzichtig zijn met wat je zegt. Want als dat zo is, dan is dat dus een explosie die veroorzaakt is door een terroristische organisatie in Libanon zelf. En dat wil niemand, want dan heb je een binnenlandse conflict. Ja. Ja. Jij hebt een oproep gedaan om bloed te doneren. Nou, dat heb ik niet zelf gedaan. Hè. Ik heb alleen maar even op Instagram weer iets geretweet. Ja, of gedeeld wat anderen al gezegd hebben. Want daar is dus behoefte aan. Ja, als je bijna 3000... Tot nu toe, hè. Ik bedoel, het loopt nog op. Als er tot nu toe 3000 gewonden zijn, ja, dan lijkt me wel dat de ziekenhuizen die inmiddels echt al vol zijn en dat er gewoon niemand meer bij kan, behoefte hebben aan bloed. Want je zag hoeveel gewonden er zijn. Dus ik doe gewoon mijn deel. En ik hoop dat de internationale gemeenschap ook Libanon gaat helpen. Want Libanon is zo'n klein land die zoveel problemen heeft. En als het dreigt te escaleren tussen Libanon en wellicht Israël of zo, dat ze dat voorkomen. Want ja, dan is het echt gewoon een ramp boven een ramp boven nog een andere ramp. Ik kan me zo voorstellen dat jij het met de minuut bijhoudt. Ja, ik zit de hele tijd op mijn telefoon. Dat deed ik de hele tijd. Maar nu zit ik echt continu het nieuws in de gaten om wat andere mensen mij appen en vertellen wat daar gaande is. Okay. Dankjewel, sterkte. En dan gaan we naar de nieuwe cijfers van het RIVM. Want het aantal coronabesmettingen is hier...